slijp. Ja, dat is niet normaal. Dat dit mag, joh. Dit zeggen al die gevangenen. Ik zou het liefst alles opnoemen, maar dat mag natuurlijk echt niet. Maar vanaf hier begint volgens mij echt het cellenblok. In ieder geval, de trappen kon je ook niet op of af. Zonder eerst door deze dikke tralies te moeten. Oh, die fuck. Nee, joh. Wat is dit? Wat is dit? What the fuck? Is het bloed? Dit kasteel is gebouwd in het jaar 874. Ongeveer 1000 jaar later, in 1861, werd het omgebouwd tot gevangenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten er veel buitenlandse mensen opgesloten achter de tralies van dit gebouw. Ze werden verplicht om te werken en werden slecht behandeld. In 1991 kwam de gevangenis tot zijn einde. Ons plan is om via een gat in de gevangenismuur naar binnen te gaan. Omdat de gevangenis aan een drukke straat ligt, staan we vandaag vroeg op. Hopelijk komen we ongezien binnen. Mijn naam is Govert Zweep, ik ben 22 jaar oud en ik hou van avontuur. Het ontdekken van verborgen locaties over de hele wereld die al jaren zijn achtergelaten. Van oude kastelen en ziekenhuizen, tot dure supercars en pretparken, tot aan oorlogsbunkers en oude verwaarloosde voertuigen. Dit alles leg ik vast op mijn camera. Welkom bij Verboden Toegang. Goedemorgen. Wij zijn op dit moment wakker geworden in een hotel ergens in Duitsland. Ik moet een beetje zacht praten, want het is mega vroeg. Het is iets voor 5 uur 's nachts. We moeten vanaf hier een uurtje rijden en dan komen we aan bij een verlaten gevangenis. We zijn zo vroeg omdat het een beetje spannend is om daar naar binnen te gaan. En we willen dus zo vroeg mogelijk zijn, zodat we zo min mogelijk opvallen. Dus als het goed is, als we nu een beetje doorrijden, zijn we daar om 6 uur 's ochtends. En dan kunnen we mooi, voordat iedereen daar wakker is en op straat loopt, even naar binnen klimmen en een kijkje nemen. Zo, ik heb er zin in, man. Ik ben echt heel benieuwd. Deze gevangenis staat al, een flink aantal jaar op ons lijstje. Hij is best bekend, maar hij is zo moeilijk om naar binnen te komen dat niet heel veel mensen ook soms, niet iedereen is het gelukt om naar binnen te komen, laat ik het zo zeggen. En daarom zijn we ook zo vroeg met deze missie. Maar ik heb er zin in. Het kriebelt wel een beetje, want we hebben echt hier al een best wel lange tijd naartoe gekeken. En dan is het nu in één keer die ochtend dat je het gaat doen. En dat is toch altijd best wel spannend. En ik zeg trapagas. Ja, voort maken. Ja, toch? Voort maken. Dan zijn we daar echt voordat iedereen zijn koffietje navigatie aan het drinken is zometeen. We moesten ongeveer nog een uurtje rijden eer dat we aankwamen bij de gevangenis. En eenmaal daar moesten we heel secuur aan het werk. Het is 5:45 's ochtends. Ik haal mijn camera heel erg laag. Die gaat zo meteen ook in onze tas zodra we de muur over gaan klimmen. Gaan we verder op mobiel. En dan gaan we even verder met mobiel. We parkeerden de auto een eindje verderop. Ja, ik denk dat we het gewoon moeten doen. Je moet niet daar aan toe lopen en zoeken of kijken. Je moet gewoon eigenlijk meteen bam lopen en niet kutten. Je moet gewoon meteen gaan. Gewoon scheid hebben, stand op nul, doen alsof je niks weet. Ja, nee, dat wordt hem. Dus camera in de tas. Nu gaan we over naar mobiel om een beetje sneaky te blijven. En dan hopelijk zijn we zo binnen. Ik heb er echt heel veel zin in, maar ik ben wel echt gespannen. Zoals ik al eerder zei, dit staat een lange tijd op ons lijstje en nu gaat het gebeuren. Genoeg gepraat, actie. Oké. Daar is het, daarachter. De slaag hier langs is als open. Zie je? Het licht staat al aan. Nou, het is gigantisch groot. Los van dat we vroeg waren opgestaan, was de straat al best wel druk. Verschillende auto's reden langs het gat in de muur waar we er doorheen moesten. We wachten heel even en besloten daarna te gaan. Let's go. Oké, kunnen we hierin?
Wow. Ga naar binnen, ga naar binnen. Hey. We zijn er, vriend. We zijn er. Zo. Dat was ontiegelijkspannend. We moesten rennen. Dat was echt heel leuk. Gadverdamme. Ah. Holy shit. Vanaf daar komen we net binnengelopen. Dit lijkt me de receptie. Of, nou, ik weet het eigenlijk niet. Misschien was dit wel de eetzaal. Dat zou ook goed kunnen. Kijk, hier had je het in ieder geval het vrouwentoilet. Kijk. En hier kon je dan als vrouw naar binnen toe. En dit zijn echt de oude gevangenistralies. Die dit deel met dit deel afscheiden. Maar het lijkt erop alsof je hier weer naar buiten kan. En alsof dit maar gewoon een heel klein gedeelte was. Hé, ik denk dat dit de werkplaats was of zo. Ja? Zie je al die stopcontacten erboven lopen? Werkplaats voor de gevangenen, bedoel je? Ja, ik denk een werkplaats voor de vrouwengevangenen. Oké. Je hebt hier een vrouwenwc. En overal stopcontacten. Maar hier moet je weer naar buiten. Oké, we moeten weer een nieuwe ingang vinden. Want dit was alleen de werkplaats. En we moeten natuurlijk echt hier naar binnen komen in deze gevangenis. Hier hebben we al iets voor ons. Ja. Maar hier ga je niet in komen. Nee? Nee. Nee of wel, denk ik? Nee, hier ga je niet, nee, hier ga je niet doorheen kunnen komen. Maar hier wel. Kijk eens even. Heb je een ingang? Ja. Hier kunnen we naar binnen. Ik klom naar binnen. En eenmaal daar keek ik of we verder konden. De gevangenis in. En wat bleek, deze oude schuur kwam precies uit op de binnenplaats van de gevangenis. En vanuit daar hadden we toegang tot elke kamer in dit gebouw. Kijk, zo prachtig. Oké, we hebben de goede ingang gevonden. Via dit werkschuurtje kun je op de binnenplaats komen. En vanaf daar kun je echt naar binnen. Zo, dit is echt enorm indrukwekkend. Dit is echt indrukwekkend. Kijk mijn ogen uit. Hier, we staan op de binnenplaats om ons heen. Overal de gevangenis. Je ziet de tralies overal nog zitten. Je ziet de beveiliging nog boven op het dak. Die randjes waardoor je er moeilijk uit kon klimmen. Je ziet de klok zelfs nog op de toren staan. En wat me ook opvalt gelijk, is een luidspreker hier aan de zijkant. Dat is waar ze door konden spreken. Bijvoorbeeld van, hé, allemaal weer terug naar jullie cellen. Of juist, hé, de lunch begint. Of dat soort dergelijke zaken. Wauw, wat is het groot. Dus ik zeg, Sven, laten we gewoon even een binnenkant gaan zoeken. Ja, gaan we doen. Overal staan de deuren open. Misschien gewoon hier beginnen. Ja, het is hier zo groot, dat is echt niet normaal. Laten we gewoon hier beginnen bij deze deur. Dan gaan we gewoon een rondje maken. Daar gaan we. Goeie gepantserde deuren. Met ook tralietjes ervoor. Dit zou zomaar eens wel de receptie kunnen zijn hier. Ja, inderdaad, kijk. Hier had je zo'n speciaal luik, hè? Nou, wat? Een knoppenkastje hier. Waarom zou dat zijn, joh? Ik denk gewoon voor het reguleren van alle deuren en zo die dicht naast stonden. Of voor die bel die buiten naast. Voor die bel, dat kan ook nog, ja. Maar wat is dit dan? Zal dit dan de hoofdingang zijn? Kijk, dit is waarschijnlijk echt waar je binnenkwam, ja. Dan hingen hier alle regels achter dit glas. En hier zat dan zo'n vrouwtje of mannetje. In dit administratiehokje vond ik een aantal documenten. Papieren die ze eigenlijk beter hadden moeten verstoppen. Bro, dit zijn gewoon de namen van de gevangenen.
Dit is vette privacy. Dit is echt normaal. Zo, dit ga ik ook niet filmen. Dit is zo bizar. Ik sta hier dus bij een volledig document met alle namen van de gevangenissen. Van de gevangenen. Hun nummer. Hier bijvoorbeeld 143. En dan zie je dus ook dat hij op 26 januari 1950 hier is ingecheckt. Want, even kijken, gaat het om het inchecken? Ja, ik heb dat. Voornamen, namen, persoonnummer. Persoonsbestand. 7 oktober 1988. Vriend, dit is lijp. Ja, dat is niet normaal. Dat dit mag, joh. Dit zeggen al die gevangenen. Ik zou het liefst alles opnoemen, maar dat mag natuurlijk echt niet. Zo weet leven zieke deze mensen nog. Maar holy shit. Gewoon een lijst van gevangenen die hier zaten. Maar dit is toch keiharde privacy. Er staat erin zijn gekomen. Ja, dat is echt niet goed, hoor. Zulke privégegevens van deze personen mogen hier natuurlijk nooit zo open en bloot liggen. Ik ben deze data later nagegaan en een groot gedeelte van deze mensen leeft op dit moment nog. Bizar dat zij met hun namen hier gewoon nog liggen. Maar nadat ik dit al gevonden had, was ik erg benieuwd geraakt naar de gevangeniscellen. En het duurde niet lang voordat we deze gevonden hadden. Wow. Ja hoor. We zijn er. De gevangeniscellen. Kijk eens even. We hebben raak. De eerste gevangeniscelletjes. Dit zijn nog de toiletten. Dit hier ook. Alhoewel, 283. Er staat hier al een nummer boven. Dus misschien is dit wel al een wat grotere cel. Dat zou kunnen. Maar dit hier zijn bijvoorbeeld nog wasbakken, kijk eens. Ik denk dat dit allemaal, want dit zijn niet super sterke deuren namelijk ook. Dat dit allemaal gewoon nog douches waren. Wc's, sanitair, dat soort zaken. Maar uiteraard ook goed beveiligd. Met tralies en al. Maar vanaf hier begint volgens mij echt het cellenblok. In ieder geval de trappen kon je ook niet op of af. Zonder eerst door deze dikke tralies te moeten. Dit zijn volgens mij wel echte celletjes hoor. Ja. Wauw. Dit zijn best wel grote cellen, vind ik hoor. Echt enorme zelfs. Ik gok dan ook dat ze hier met echt 4 of misschien wel 6 man sliepen. Want dit zijn echt enorme cellen. Hier ook een lampje die ze hadden. Ik hoor Sven roepen. Ik heb een bed gevonden. Wat zei je? Een bed. Ja? Van vroeger. Oké dan. Wow, ja. Lijp. Zomaar hadden ze het goed. Een dik matras. Nee, maar dat is ook een flink matras vooral. Ja. Kijk eens joh. Vriend. Dit is gewoon lekker. Nee, maar dit is echt niet normaal hoor. Ja, dit matras is heel dik inderdaad, ja. Normaal heb je echt zo'n matje. Als je al een matje had. Ja. Ik denk dat dit later is neergezet. Dat dit hoorde bij het personeel. Wel? Niet per se deze kamer, maar dat het bed hier is neergezet. Maar op zich, deze kamer is best groot, hè? 2 raampjes ook en zo. Hoeveel man zou hier slapen, denk ik? Ja, ik denk dat hier gewoon 2 stapelbedden stonden en dat je met z'n 4 hier sliep. Wel? Ja, dat denk ik wel. Dit is veel te groot voor 1 of 2 personen. Dat is veel te duur. En zulke matrassen gebruikten ze. Dacht ik ook niet. Misschien dat je 1 nachtje mocht slapen als je daarna de doodstraf kreeg. Dat je bijvoorbeeld nog een nachtje lekker kon slapen, maar ik zou geen andere reden kunnen bedenken dat ze de gevangenen zulke goede matrassen zouden geven. Ja, en vanaf hier keek je dan op de binnenplaats. Je had wel uitzicht naar buiten, dat is dan wel weer mooi. Dat heb je ook echt niet in elke gevangenis. Kon je gewoon lekker naar buiten toe kijken, in ieder geval frisse lucht krijgen af en toe ook.
En op een bepaald punt kwamen we op een plek waar het leek alsof er gewoon iemand woonde. Je hebt duidelijk iemand geslapen. En? Ligt er iets? Ligt er iemand? Zo. Zo, daar heeft hier iemand wel echt goed geleefd. Misschien wel een half jaar lang of zo, dat kan, hè? Kijk eens even. Het is niet normaal. Hier heeft iemand echt geleefd. Kijk eens, iemand heeft alle matrassen. Ja. Kijk maar. Van het hele ziekenhuis heeft hij hier neergelegd. Hij of zij trouwens. Gaat er soms af en toe vanuit dat het helemaal gek hij is, hè? Maar... Dat hij al die matrassen door de gevangenis is gaan zoeken. En die legt hij gewoon hier neer, hè? Ja, nee, je moet er wat lekkers van maken, toch? Een lekker plekje daar van sliept hij, daar zo. Ja, waarschijnlijk hier met een lekker kussentje, matrassen. Wat? Misschien loopt hij hier nog wel rond. Komt hij vanavond weer terug. Kan toch? Ja? Hier, lekker. Hij heeft lekker aardbeien gegeten. Mooi plantje. Desperado's gedronken. Mooi plantje had hij. Inderdaad, planten. Kijk. Ik zie dat hij ook een lekker jointje heeft gerookt. Nou, die heeft het hier wel naar zijn zin, hoor. Die heeft het hier wel naar zijn zin. Misschien is hij misschien wel met tweeën. Ja, met z'n drieën misschien wel. Het was een apart gevoel om vrij door deze gangen van deze gevangenis te lopen. Terwijl hier honderden mensen gevangen hebben gezeten. Soms schuldig, maar ook soms onschuldig. Zo bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mensen zaten hier vast die het niet eens waren met het Duitse regime. Ze moesten verplicht hard werken en kregen nauwelijks te eten. We kunnen hier naar boven toe. Ik moet mijn licht wel bijpakken, want het wordt hier heel erg donker. Ik kom hier op de allerbovenste verdieping uit. Zo, dit is nog een stuk griezeliger dan die andere. Wat de hel. Oh, joh. Wat een lijp sfeertje hier. En uiteraard ook hier een wastafel. Blijf maar doorgaan, Sven. Echt niet normaal. Het is bijna een beetje een doolhof. We snappen niet helemaal of we nou rondjes aan het lopen zijn of niet. Want elke keer denken we dat we nu bij hetzelfde punt moeten uitkomen. Dat we rondjes zijn gelopen. Maar dan zien we weer nieuwe dingen. Dus het lijkt echt zo nog groter als je binnenloopt dan dat het van buiten eruit ziet. We hebben hier de blauwdrukken, de tekeningen van de gevangenis. Dit hier omheen, die lijn, dat is de muur. Dit is die receptie waar we in het begin waren. Dat is de entree, de binnenkomst. Dit zijn de kantoren. De eetruimte waar we ook waren, volgens mij. Of de werkruimte. En dit is dan allemaal de begaande grondtekening. En dit is dan waarschijnlijk de eerste of tweede verdieping. Ja, dat zijn denk ik de bovenste verdiepingen. En daar staan dan alle celletjes ook bij. Holy shit, wat ziek. Zie je deze doorgang? Ja. Van kantoren naar gevangenen, of niet? Waarschijnlijk zijn hier bij de cellen achter je. Kijk eens. Zullen we eens kijken? De deur is ook niet normaal dik. Nee, dat zijn wel gigadeuren. En wat zit erachter dan? Ja, dit zijn de cellen ook, of niet? Dit zijn zeker weer de cellen. Ja. Zaan 8. Ah! 8. Zaan 8, zo het even googlen. Het lijkt alsof dit de doktersruimte voelt zijn. Dus je hebt natuurlijk ook allemaal medische ruimtes, hè? Ja, tuurlijk, maar als een gevangene ziek werd. Wacht. Zaan. Zaan 8. Vertaling. Tandarts. Tandarts, wat? Tandarts. En die moest ook afgeschermd worden. Hier zat de tandarts. Hier zat de tandarts. Wat? Kijk. Je ziet hier ook nog het licht. Ja. Wat? Dit is de tandarts. Wat? Wat ziek. Wacht, kijk eens hier. Behandelraam. Ja, dat is echt de behandelkamer. Kijk, hier. Hier staat het ook, hè. Gezondheidsziening. Dus het is echt... Het is gezondheidsruimte. Dus in elk ding had je iets los. Dus gezondheidsruimte. We kwamen van alles tegen in deze gevangenis. Van normale cellen tot ruimtes waar je vroeger naar de tandarts kon gaan. Tot zelfs isoleercellen. Op een gegeven moment kwamen we in een iets ouder gedeelte.
Hier zagen we zelfs nog volledig ingerichte cellen met zelfs de bedlakens en schoenen die er nog lagen. En daarnaast vonden we nog iets speciaals. Een bord waarop het eten wat de gevangenen ze kregen genoteerd stond. Bro, dit is het etensbord. Volgens mij wel, hè? Datum. Kijk. 2-7, oftewel 2 juli. Dinsdag 2 juli. Schnitzel. Bro, ik kreeg echt zure pap in de gevangenis. Zij kreeg gewoon een lekker schnitzeltje hier. Dat is eerlijk gezegd best wel nice, toch? Maar wel echt lijp dat het bord er gewoon nog ligt, zeg. Hier lopen we trouwens weer verder. We zijn een keldertje ingeklommen. Wat de fuck, vriend? Holy fucking shit. Doe normaal. Dit is niet normaal. Doe het normaal. Bro, hier ligt de fucking grafkist met bloed. Holy fuck. Nee, joh. Holy moly. Wat is dit? Wat is dit? What the fuck? Is het bloed? Nee. Oh, gelukkig is het bloed. Zit er wel eens weer? Ja, man. Ja, zeker? Ja. Zo. What the fuck, vriend? Ook zo'n apart dingetje ernaast. Holy moly, je telt zo eng. Maar is het verf? Bro, dit is wel echt een grafkist. Ja, maar dit is wel echt verf, maar dit is echt een grafkist, ja. Zo, maar ik sta even te shake hier. Dit is inderdaad echt een... Niemand neemt een grafkist voor de lol mee. Heb je gezien hoe we naar binnen moesten komen in deze gevangenis? Zou ik jou zeggen. Je neemt geen grafkist mee. Dit is denk ik echt nog een origineler voor de mensen die doodgingen. En ik denk dat mensen later voor de grap daar verf overheen hebben gegooid. Maar die kist is origineel. Maar zou die uit de gevangenis komen of zou iemand dit later neer hebben gelegd? Nee, natuurlijk. Je legt die kist hier niet neer. Dat bloed hebben ze hier voor de grap neergelegd. Die kist is 100% origineel. Maar zouden we dan ook echt iemand in hebben gelegen? Ja, nou, ik denk als je er helemaal in ligt, dat je ook met kist naar de grond te gaat. Ja, maar... Voor het feit, wordt er niet ingelegd en weer eruit gehaald. Nu we dit gezien hadden, vonden we het wel weer mooi geweest. We besloten om dit avontuur af te gaan sluiten. Oké, Svenny boy. Heel uniek en heel vet. Ja, hè? Zo oude gevangenis, die cellen... Best wel dingen stonden nog binnen. Ja, dat was geweldig. Je had echt dat, vooral dat ene celletje deed me heel erg veel. Van die oude vrouw met die schoentjes erbij, die kleding. Die kwam echt tot leven, hè? Dat behang. Precies, en dan voel je echt weer hoe het vroeger was. Dat was echt bijzonder. Maar kijk ook waar je staat. Ja, dit is natuurlijk een geweldig bizarre plek. Gewoon de binnenplaats. Maar wat vond je nou echt het mooist? Of het meest wat je echt gaat onthouden? Dat celletje van die vrouw inderdaad. Sick, hè? De plek waar... de tandarts zat en zo, dat hoekje vond ik ook mooi, hè? Ja. En omdat er echt nog in Duitse geschriften stond van tandarts, op de deur, behandelkamer, wachtkamer. Dat is. Bro, dat raam ging fucking in één keer naar binnen zo. Ik vond het ook wel interessant om te zien hoe de receptie in elkaar zat. Ja. Welke deuren zijn en we begonnen natuurlijk, dat is denk ik alweer 2 uur geleden, met die personeels zelf persoonsgegevens. Ja, zo. Dat we gewoon weten wie allemaal dat gezeten lag, hebben. Inderdaad, Hey, ik zeg, we hebben het gehad. Laten we zorgen dat we in ieder geval niet gepakt worden op het laatste moment. We gaan. We gaan toch? Ja, man. Het is mooi geweest. Dit was hem, Sven. Dit was hem, let's go. En goed dat we vanochtend zo vroeg zijn gegaan, zodat we nog een klein beetje ongezien naar binnen konden komen. Want als we nu... hadden gegaan. Je ziet al keiveel auto's langs rijden. Het wordt drukker en drukker. Oh, er stopt zelfs een auto ervoor. Hier zijn we het allemaal doorheen gelopen. We moeten via deze berg omhoog, hè? Yes. Wie gaat er eerst? En op welk moment? Gaan we meteen wachten we op auto's? Wat doen we? Wacht op deze vrachtwagen. En dan gaan we? Klim alvast sneaky naar boven. Het voelt net als de Goverstunnel. En? Ja of nee? De Govert die staat mooi een beetje op de huid kijken. Even goed vasthouden aan de stenen. Er zijn hier genoeg auto's. Wat doen we? Gewoon in één keer gaan? In één keer gaan en weglopen. Oké, fuck it.
Let's go. Tel je zeven. Lekker. Lekker maatje, jongen. Heerlijk.